But you gotta be there for me too. Open wounds and closing doors. Been here before, not again. We cannot hide our nasty scars. Too many stories. What would happen now if you say you won't know if you walk away? Only heaven will play our song now. Nee jongens, vandaag hebben jullie beelden gezien van Times Square. Super vet. Ik weet in principe niet wat voor beelden ik heb geschoten. Beelden? Beelden. Ik heb beelden, vette beelden geschoten. In ieder geval, we komen eigenlijk in principe, we zijn nu net een uurtje terug van Times Square. En wat we gaan doen is, we gaan naar het WWE evenement. Waar wij de game mogen uitchecken, de nieuwe WWE 2K18 als ik het goed heb. En daar mogen we allemaal dingen uitchecken. Mogen we de game uitchecken. Alle worstelaars van WWE Super Slam of Summer Slam die zondag is in New York. Die gaan we daar ook zien. Dus dat is ook heel erg vet. Maar wat wij dus nu gaan doen is de shuttle pakken. We gaan naar beneden wil ik zeggen. Checken. Ja, naar boven. We gaan naar boven, want de lobby is boven in dit hotel. Gaan wij Dennis en Jelle checken. En dan gaan wij naar... iets. Ik weet niet waar het is. Nee, precies. Het is één groot raadsel. Het is in principe best wel een groot raadsel voor ons. Want... Dat ik weet ook niet wat ik van moet verwachten, dus... Gewoon worstelen in ieder geval. Dus dat gaan we doen. Super relaxed. Vet. Dus... Doei. Vet. Lobby. Oh ja, wacht. Jij had een leuk feit. Oh. We kunnen hier meteen in. Oh kijk, kom. Gaan we hier meteen in? Okay. Ik mijn schoonarm even verschutten. Wat een mooie armband heb je gekregen. Oh, ja. Nieuwe vriendin. Mooi. Waarvoor is het nou? Ik heb de golden ring. Oh, je hebt de golden ring. Nee, je hebt geen ring. Golden ring. Echt wel. Yes, kom er gewoon in, joh. We zitten in de bus. Juxeus. Hoi. Waar zijn we? Nee, dat vraag ik niet, jongen. Waar zijn we? Sir. Maar waar? Wat gaan we doen? 37. Wat gaan we doen? New York. Op de straat. Ik weet niks aan jou, hè? Nee. Het ziet er echt heel goed uit. We moeten even langs de beveiliging. We mogen natuurlijk geen wapens meenemen. Je hebt wel. Gecontroleerd en we zijn aangekomen. Wat ze hier niet weten is dat ik nog geen 21 ben en ik heb een... lekker drankje. Maar het ziet er wel echt heel erg vet uit. Ja, dat is. Even serieus, geef je mening over deze locatie? Tussen 1 en 10. 1 is heel echt gewoon 9,1. Kots. 9,1. En wat geeft jou de 9,1? Het ziet er vet uit. Veel ruimte waar je kan lopen, maar ook ruimte waar je kan zitten en kan staan. Goed aangekleed, dik scherm, mooi podium, heel veel boksen, dat is altijd goed. En ik ben er. Nee jongens, in principe ik ook. Het ziet er echt heel erg bruut uit hier. Ik ben echt heel erg benieuwd wat we kunnen gaan verwachten natuurlijk van WWE 2K18. Wordt heel vet, zinnig. En ik lijk net blauw man, ik lijk net een smurf, paars. Kijk dat licht, dat is al heel erg spacey genoeg. Dik zitten hoor. Een hele andere. We hebben net een gifje gemaakt, een soort boomerang. Met Game Kings, Dan en Ennis. Ik bedoel, kom op. Ik bedoel, het is gewoon perfectie. Or not.
Daar! We staan op een punt. Jongens, aan alles komt een einde. Nee, donder op met je Pokémon. Hey, het feestje is klaar, jongens. Het is helemaal gedaan. We hebben het echt. We hebben ons wel vermaakt, hè? Met Snoop Doggy Dogg. We zijn weggeduwd door de security. Precies, nee, leuk verhaal. We zijn gewoon weggeduwd door de security van Snoop Dogg. Ik weet niet, heel veel mensen kunnen dat gewoon niet zeggen. Die vlak daarvoor nog predicted peace. Precies, precies. En we werden gewoon weggeduwd. Ik weet niet. In ieder geval, heel erg vermaakt. Snoop Dogg was helemaal het einde. Helemaal het einde. We gingen hard. We gingen lekker hard. Okay. Oh, sorry. Nee, we gingen lekker hard. We hebben lekker. Ik wil zeggen Bloodborne 2. We hebben lekker 2K18 gespeeld. WWE was super geniaal. Uiteindelijk hebben we een toernooitje gedaan. Jelle heeft volgens mij uiteindelijk gewonnen. Daarna Jan, daarna ik, daarna Dennis. Dat was heel erg mooi. En daarna hebben we eigenlijk gewoon lekker aan de zuip gezeten. En ik ben nog 21. En deze man is weer Pokémon spelen, of niet? Nee, ik probeer nu internet te vinden. Jij hebt toch internet? Nee, maar of wat? Ik heb een E van. Van Ethernet. Edge. Nee, van Edge, dat hoor je toch? Ja, het is echt kut gewoon. Ja, nou ja, in ieder geval, we zitten lekker weer in de bus terug. Morgen, weet niet wat we gaan doen. Ik ook niet. Wil jij dat gaan doen voor een keer? Uitslapen, dat is het eerste. Uitslapen. Dat is sowieso het eerste. En morgen zien we wel verder. En dan zondag is SummerSlam. En daar heb ik wel, na vanavond heb ik daar echt heel veel zin in. Ik hoop dat ze met schoenen gaan gooien. Ik denk het wel. Kop, jongen. Hoe? Zo? Want zo krijg je ook echt een stoelpje of zo. Ja, ze doen het toch niet echt. Dus. Dat was weer super tof. Ik heb heel erg genoten. Ik wil weer zeggen World of Fame, maar ik wil WWE 2K15 geslagen. Even eentjes geslagen. Wil je een mooi shot hebben? Ja. Moet je jezelf opnemen in de spiegel. Oh, wacht, let op. Oh, bro. Ja, doet hij het? Oh, yeah.
bitches. Doe een milli rock. Een wat? Een milli rock. Wat is dat? Ho. Doe. Ben je BHV'er? Yes. Kijk. Misschien moet ik even iemand helpen. Wil je me even de staat leggen? Het is dag 2, meisjes natuurlijk ook. Het is dag 2, het is vandaag precies prachtig, prachtig weer. Let op, let op. Het is echt super mooi weer vandaag. Het gaat ook weer echt pittig warm worden allemaal. Het gaat zoiets van 30 graden worden ongeveer. En vandaag gaan we er weer een leuk toeristisch dagje van maken. Dennis heeft volgens mij allemaal kaartjes geregeld voor New York. Dat we op de bus kunnen, weet je wel, zo'n dubbeldekker bus. Wat je ook natuurlijk in het buitenland heel veel hebt. Bijvoorbeeld in Spanje, Portugal en dat soort landen, weet je wel. Daar heb je allemaal van die dubbeldekkers. En dat gaan we vandaag doen. Volgens mij gaan we ook nog, als ik het goed heb, langs het Vrijheidsbeeld varen. Dus dat is al helemaal heel vet. Het is super mooi weer nu ook. Dus het is heel erg relaxed om nu gewoon even lekker te varen. Gewoon even lekker langs het Vrijheidsbeeld. Gewoon omdat het kan, weet je wel. En dat gaan we vandaag doen. En we gaan nog volgens mij allemaal andere dingen doen. Vanavond is er weer iets wat te maken heeft met WWE. NCT of NXT of zoiets. Ik weet niet helemaal precies. Want ja, ik weet nooit eigenlijk. Of tenminste, ik weet sowieso met deze trip niet wat er echt op de planning staat. Maar wat ik wel weet is dat we gewoon weer hele vette dingen gaan doen. En dat ik jullie meeneem vandaag op deze prachtige reis. Dus ik heb er heel veel. Wat de hel? Er valt een ballon naar beneden. Wacht. Daar zo. Valt bij super random een ballon naar beneden. Oké, super random is op een dag. In ieder geval, dat gaan we dus vandaag doen. We hebben om 10:00 afgesproken, dus ik moet eventjes opschieten. Het is 5:10. Dus ik ben heel erg benieuwd dat we vandaag weer tegen gaan komen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik sta nu in de badkamer. Ik doe meteen een soort roomtour. Oh, wat mooi. Oh, kijk, deze douche. Oh. Nee, dat jongens vandaag en ik heb er heel veel zin in. Dus laten we maar gaan. So watch me walk out that door. This bed is filled with bodies. No emotion inside. Ik heb nog steeds mijn zonnebril, want ik ben te lui om af te doen. We zijn, we gaan een foto maken, jongens. We zijn in het Rockefeller Center. Voor de mensen die dat niet kennen, het is een heel hoog gebouw in New York. Dat is het enige wat ik weet. Maar we gaan helemaal naar het topje. Ja, we gaan helemaal naar het topje van deze toren. Het wordt wel heel vet, want je kunt heel New York zeg maar zien. We gaan nu even een foto laten maken op een balk. Dit is zeg maar een foto, dat moet je opzoeken op internet. Dat is een foto, er zitten allemaal mannen op een stalen balk. Dat is zeg maar met de bouw van de Rockefeller Center. Toen gemaakt. Dus zoek dat op, dan weet je wat de Rockefeller Center is. En daar gaan wij nu een foto om maken, zeg maar. Dus dat is geniaal. Dat is echt gewoon geniaal. Hey, we hebben het gemaakt. We gaan over een rode carpet, ouwe. We hebben het gemaakt. Ouwe. We mogen gewoon naar de tweede. Hoe voelt dat nou? We staan nu echt aan de hele top, zeg maar, van de Rockefeller Center. Het is echt gigantisch hier ook. En je ziet gewoon over heel New York. Het is echt bizar. En als je hier van springt, dan ben je wel zeker klaar. Ja, ik ben Superman, ik vlieg zo weg. Hele pik. Nee, het ziet er echt vet uit. Heel erg dope. Ziet er mooi uit. Central Park staat daar. Dat is een goeie. Ligt daar. En dat is wel echt een prachtig park. Maar ik zeg je sowieso, als je een keer naar New York gaat, ga dan vooral een keer dit proberen. Want het is wel echt heel erg vet. En je ziet meteen ook bij je. Niet in het weekend. Nee, niet in het weekend. Het is echt gigantisch druk hier ook. En nog eens duur ook volgens mij. Wij hebben dan passen waarmee je 40% korting hebben. Ja, maar alsnog moet je in de rij staan en alsnog betaal je voor. Nou ja, in principe ging $100 voor die kutpas. Dat is waar. Maar in principe ging die rij wel snel. Ja, wij hebben die betaald. Precies.
you be my lighthouse, baby? And can you shine your light on me? And can you shine your light on me? 'Cause when my love sets sail, it's always doomed to fail. But will you be my lighthouse, baby? Early in the morning, right before the break of day, I'm lying here beside you, trying to think of something to say. You're gonna have to leave soon, so I'll give you this heart of mine. It means I'm gonna miss you every time, 'cause I can't get used to letting you go when the tears roll down your face. Tell you, darling, we're gonna find a place where we can lay low, where we can get high, where we can run away, we can go today, we can leave the world behind. So honey, let's go, let's do what we lost, do all the things that we've been dreaming of. But we can lay low. Sushi gegeten, jongens. Het was echt super lekker. We hadden een soort tafeltje of ja, plankie met allemaal verschillende soort sushi. Het was super lekker. Jij vond het wel lekker, toch? Ja, maar jij hebt maar één stuk gegeten. Wat? Touwtje springen. Nou, jij houdt niet van sushi, hè? Nee, ik maar heb eentje ook. Eentje, nou ja. En allemaal bootjes. Ja, allemaal bootjes. We hebben er allemaal bootjes bij gegeten. Wij besteld nog een soepie. En ik durf niet eens te zeggen, want ik ben niet jelle boos. Maar dat hebben we ook nog lekker gegeten en we hebben lekker gesmuld. En nu gaan we weer doorlopen, want als het goed is, is het plan dat wij nu naar de ferry gaan voor het scheidsbed. Super vet. Ik heb nog steeds mijn zonnebril. Ja, ik snap niet waarom. Wat zou het zijn? Het zal denk ik nu iets van
anderhalf, twee uur later zijn of zoiets. We zijn vanaf het Rockefeller Center hebben we de metro gepakt naar de 9/11 Memorial. Oftewel de Twin Towers. Daar hebben we de nieuwe toren gezien van een van de twee die ze volgens mij wouden opbouwen weer. En we hebben natuurlijk de memorials gezien, wat heel erg vet was. Dat hebben jullie ook net kunnen zien. Dat was heel erg vet. Ja, het is gewoon heel gaaf om erbij te zijn. Dan zijn we doorgelopen. Toen zijn we bij de Stier van Wall Street of zo aangekomen. Ja, dat was de Stier van Wall Street. Daar hebben we ook nog even een beetje gewoon een beetje gekeken wat er gebeurde. En nu zijn we dus zeg maar bij de ferries. Want we gaan naar Staten Island, oftewel we gaan naar het eiland waar het vrijheidsbeeld staat. En dat is ook super, super, super. Waar gaan we nu naar mijn aderen? Super, super vet. Dus dat jongens, dus we gaan even lekker varen. Ja, ik ook man. Het is super warm. Het is van, denk wel 29 graden, maar het is ook vies benauwd. Het is vies. Het is vies. Het is vies. Het is niet heet. Het is vies. Maar ik denk wel lekkerder dan in Nederland. Wat doe jij nou, joh? Zo zweet ik minder. Nee, zo zweet je juist meer. Je raakt me nog ineens aan. Dus dat gaan we doen jongens. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Want dat is toch wel echt een van de plekken waar ik ook heel graag heen wou. De memorials wou ik ook heel graag heen. Dus poundje. Au, wauw. In New York. Gisteren zijn wij naar NXT geweest, waar ik dat dus meer informatie over heb. Op dit moment nu wel. NXT was zeg maar gewoon een lagere rank worstelen en is eigenlijk gewoon net eventjes de league zeg maar onder de WWE. We hebben gisteren de partijen gezien. We mochten helaas niet filmen daar, want dat vond ik wel heel erg jammer. Maar als je op Instagram hebt gekeken bij mij, of is het Sally Day HD, staat in de beschrijving. Dan heb je met mijn verhaal, of tenminste, dan heb je op mijn storyline kunnen zien dat ik gewoon daar was, zeg maar. Ik heb wel een paar dingetjes gefilmd, zeg maar. Gewoon via mijn story gedeeld met jullie, want jullie mogen dat ook zien. En dat was dus heel erg vet. Het duurde ongeveer 3-4 uurtjes. En ik moet jullie zeggen, de partijen waren heel erg vet. Er deed ook een Nederlander mee, Alistair Black. Echt heel erg vet. Hij heeft ook gewonnen. Dat was ook echt een hele vette partij, maar de beste partij die ik vond, was de damespartij. Die was echt heel erg, echt heel erg sick. Dat was namelijk een kampioenspartij en het ging natuurlijk om de titel. En dat was heel erg vet. Dat was echt mijn favoriete partij, want ze gingen echt helemaal los. Maar dat was dus eigenlijk een voorproefje naar WWE wat vanavond is. En vanavond mag ik waarschijnlijk ook niet de camera meenemen, maar dan ga ik natuurlijk wel via mijn Instagram story een paar dingen aan jullie laten zien. Dus dat wordt heel erg vet. Ik heb er heel veel zin in, we gaan nu naar beneden. Het is vandaag weer lekker een vrije dag. Dus we mogen weer lekker rondlopen. Ik ga denk ik ook gewoon lekker even apart van de groep. Misschien samen met Jan, misschien even in mijn eentje. Ga ik eventjes lekker door New York lopen, want daar heb ik heel erg veel zin in. En ik wil even een paar dingetjes natuurlijk halen en kopen. En natuurlijk voor familie en weet ik veel wat allemaal. Dus vandaag wordt weer een hele chille dag. Misschien gaan we ook Central Park nog uitchecken vandaag. Dat zou heel erg vet zijn. Maar eerst gaan we weer denk ik naar Times Square, want dat vind ik echt een hele vette plek om te zijn. Dus daar gaan we heen. We gaan natuurlijk eerst even ontbijten. Ik ga, als we weer naar dezelfde toko gaan, eventjes het ontbijt laten zien wat ik de afgelopen 3 dagen dan eet.
Dat is namelijk super lekker. Dat zijn pannenkoeken met ei en spek. Dus dat wordt heel erg chill. En ik heb er heel veel zin in. Dus ik hoop dat jullie ook veel zin in hebben. Als jullie zin hebben, druk nogmaals op het blauwe duimpje omhoog. En let's fucking go. You, it was just for fun. Oh, oh, oh. Now I feel like you're the only one. Oh, oh, oh. Now I'm feeling like we just begun. Just begun. Now I feel like you're the only one. De laatste dag hier ook. Ja, de laatste wat jullie hebben gezien is Central Park. Ik heb niet, zoals ik al zei, heel veel echt zeg maar gevlogd. Ik heb meer eigenlijk sfeerbeelden gemaakt. Voor de rest hebben we lekker gewoon genoten van onze tijd hier in New York. Het is nu, as we speak, as even kijken, zo'n 11:30 hier zo. 11:30. Het is bij jullie op dit moment 17:30. En wat wij gaan doen is, ik ga mijn koffer inpakken of mijn tas inpakken. Want we hebben nog een half uurtje om uit te checken. En dan gaan wij alweer terug naar Nederland. Of tenminste... naar het vliegveld toe, inchecken, door de douane. Hopen dat alles natuurlijk goed gaat bij de douane, want je weet maar nooit hier zo in Amerika. Daarna gaan we gewoon het vliegveld weer terug naar Nederland. Maar, wat heel erg vet is hier, het is namelijk zo, wij wisten dit niet, we hoorden dit volgens mij pas 2 dagen geleden ongeveer, maar er is een zonne-eclipse. Er komt een zonne-eclipse hier in Amerika. We kunnen het vanaf hier in New York hier zien. Om 2 uur gaan we ongeveer vertrekken vanaf het hotel. En rond 1 of 2 uur gaat ook deze eclipse beginnen. Dus wat heel erg vet is, is dat wij hele goede uitzicht hebben, zeg maar, op de zon. Dus we hebben ook hele goede uitzicht op de eclipse. Nou is het zo dat ik niet richt... of recht in de eclipse kan kijken, dan moet je een speciale bril voor hebben. Want anders zal het volgens mij je retina, volgens mij, hier zo in je oog heet dat volgens mij. Dat kan het dan branden, zeg maar. En dan zie je voor altijd een zwarte stip, zeg maar, in je ogen. Dat wil ik natuurlijk niet, dus ik ga alles proberen op camera vast te leggen. Dat lijkt me echt super vet als dat mogelijk zou zijn. Dan kan ik ook via de camera meekijken en dan kunnen jullie ook genieten van deze eclipse. Want volgens mij kun je deze eclipse niet in Nederland zien, dan is het bij jullie natuurlijk al avond slash nacht. Dus dat is iets heel vets. Het gebeurt echt volgens mij, nou ja, ik weet niet, volgens mij echt eens in de zoveel jaar. Volgens mij echt heel veel jaar. Dus dat is heel erg vet. En het is gewoon weer iets unieks om te zien. Dus dat ga ik zeker laten zien. En dat was eigenlijk wel weer een beetje de New York trip. Ik ga nog wel een paar dingetjes filmen op het vliegveld waarschijnlijk. Maar dat dus. Dus dat wou ik even meedelen. Ik hoop intussen, zover jij deze vlog hebt gezien, dat je nog steeds geniet van deze vlog, natuurlijk van de sfeerbeelden. Want ik heb echt genoten, zeg maar, van mijn tijd hier zo in New York. Ik wil zeker hier een keer terugkomen. Want de laatste keer dat ik hier terug was, was 10 jaar geleden. Toen ging ik met mijn familie gewoon zelf naar Amerika toe voor 4 weken. En toen zijn we ook naar langs New York geweest. Maar daar heb ik iets minder kunnen zien waarschijnlijk. En ik kan het natuurlijk niet meer herinneren. Dat is bijna zo wat 10 jaar geleden, of niet meer goed herinneren. En nou zijn we echt heel New York tegen gegaan. Dus heel erg vet. Heel erg genoten. En ik hoop echt dat ik die eclipse heel erg vet op camera kan zetten. Dus ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Ik ben benieuwd. Now I'm feeling like we just begun. Just begun. Now I feel like you're the only one.